Zo, dictee van vandaag. Ook hier terug weer een blaadje klaar nemen. Er zijn vijf zinnetjes dat ik ga dicteren. Dus je gaat letten op hoofdletters, dus bij het begin van een zin, maar ook eigen namen. Hè. Voornamen, familienamen, namen van steden, dorpen, landen, straten enzovoort. Je gaat letten op je leestekens. Is het een vraag, zet je een vraagteken. Uitroepen, uitroepteken. Een gewone mededelende zin moet je een punt zetten. En je gaat letten op de banaanwoordjes, op meervoud, ook banaanwoordjes met een meervoud. Verkleinwoorden komen erin voor en dan zijn we er een beetje. Dus daar ga je vooral op letten. Zijn we klaar? Dus je kan ook elke keer het filmpje stilzetten. Dus ook hier geen loepje, geen spellingschrift, geen ouders. En we zien wel wat dat wordt. Het woord. staat niet op punten, het is maar om te zien hoe goed het gaat. Zijn we klaar? De eerste zin. Zie jij die vier raketten rond dat maandje vliegen? Ik herhaal. Zie jij die vier raketten rond dat maandje vliegen? Het juiste leesteken zetten. Vraag 2. Eh, twee. Zin twee bedoel ik. Het mannetje kocht bananen en een tomaat voor zijn kinderen in Frankrijk. Ik herhaal, het mannetje kocht bananen en een tomaat voor zijn kinderen in Frankrijk. Zin 3: Mama en Sophie schoten het glaasje kapot met een kanon. Hopelijk dat dat niet echt gebeurd is. Ik herhaal: Mama en Sophie schoten het glaasje kapot met een kanon. Zin 4, dat is een korte zin. Verlaat nu het hotel. Juist, de leesteken zetten. Hè? Ik herhaal, verlaat nu het hotel. Zin 5, kruipt er een slangetje in het boompje? Ik herhaal. Kruipt er een slangetje in het boompje? Dat waren de zinnen. Toch nog eens even zeggen, want er zijn er toch nog altijd die dat doen. Er is een verschil tussen en en het woordje een. Het een heeft één en het andere twee. Voilà. Veel succes. Stuur de foto door naar mij. En ik stuur straks de verbetersleutel door. Succes. Dag.